Maar ik denk dat als je alles valt of staat, altijd wel met je tone of voice. Maar als jij heel agressief in je e-mails bent of in je voicemails die je achterlaat, ja, dan denk ik dat je vanzelf wel een keertje de deksel op je neus krijgt. Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Bron, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Smiley met Dollartekens podcast. Denk het goed? Ja, ik zit net te denken. Volgens mij heb ik dat de vorige aflevering niet zo gezegd. Volgens mij zei ik welkom bij de podcast. Maar goed, dat maakt niet uit. Luisteraars, goed dat jullie er weer zijn. En gast ook. Ja, inderdaad. Gasten. Meervoud. Want we hebben twee, zoals jij zou zeggen, hele speciale gasten. Maar dan voel je vereerd. En dat zijn Diederik Smit, sales manager. En Robin Richard, sales operations specialist. Yes. Bij Datatrix. En daar gaan we het over hebben. Datatrix. We gaan een deep dive doen. Dus dat is nieuw in twee opzichten. Ten eerste, we hebben nog nooit twee gasten gehad. Altijd één. We gaan een deep dive doen. We gaan proberen te achterhalen wat jullie gedachten zijn om de outbound tactieken, maar ook een beetje inbound. We maken ook even een zijstapje naar de inbound tactieken. Dus die gaan we even ondersteboven keren om te kijken hoe jullie dat allemaal ingericht hebben bij Datatrix. Zodat wij ervan kunnen leren. En uiteindelijk de luisteraar natuurlijk beter kan worden. Dat is het ultieme doel. Laten we, Diederik, eventjes bij jou beginnen. Zou je jezelf willen voorstellen? Klein beetje historie, maar ook wat je nu dus doet bij Datatrix. Klein beetje historie. Ja, hoe ben je hier gekomen? Ik ben dus Diederik Smit. Ik ben 34. Ik heb hiervoor ook voor een platform gewerkt, software gerelateerd, richting de evenementenbranche. En daar heb ik 6,5 jaar gezeten. En toen vond ik het tijd voor wat nieuws. En het internationale aspect van Datatrix in combinatie met de techniek en data, marketing. Ik was ook actief in de marketing dan voor evenementenlocaties. Ja, dat sprak me heel erg aan. En zo in contact gekomen eigenlijk met Harm. En in augustus vorig jaar begonnen als account executive. En sinds 2 maanden dan verantwoordelijk voor het sales team. Ja, dat is best wel snel gegaan dan in 3 kwart jaar. Ja. Ja. Cool, willen we zo meer over weten. Robin, welkom ook. Dankjewel, ik ben Robin, 24 jaar. Ik ben nu inmiddels iets langer dan 3 jaar werkzaam bij Datatrix. Ooit begonnen als afstudeerder. Daarna ben ik SDR werk gaan doen, 2 jaar lang. Dus volledig koud bellen, e-mailen, LinkedIn. Met als doel om afspraken te maken met potentiële klanten en partners. En sinds iets langer dan 1 jaar ben ik nu sales operations specialist. Ja. Wat doet een sales operations specialist anders dan een SDR? Yes, nou wat ik meestal zeg is dat ik bijna overal mee bezig ben, behalve met de directe verkoop. Dus ja. Het ondersteunen van mijn collega's. Dus de randzaken uit hun handen halen. En voor de rest ben ik bezig met het opstellen van de outbound strategie. Per segment bijvoorbeeld. Verantwoordelijk voor ons CRM-systeem HubSpot. Ja. En ook verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste en het beheren van de sales tools. Ja. Yes. Oké, okay, ja, maar jullie gebruiken veel volgens mij. Daar gaan we zo ook in. Nogal wat, ja. Nogal wat. Ja. Hoe is jullie rolverdeling dan? Onze rolverdeling? Ja, jullie rolverdeling. Kijk, wat Robin aangeeft, hij faciliteert een hele hoop. Dus we hebben best wel wat dashboards in HubSpot staan, die mij natuurlijk de nodige inzicht geven. En vanuit die hoedanigheid stuurt Robin ook samen met mij van waar gaan we ons op focussen de komende tijd. Ja. En ik denk dat dat het grootste verschil is. En dat ik met iedereen dan individueel kijk van wat gebeurt er dan en waar loop je tegenaan? Hoe kan ik je helpen? Wat is je strategie? Ja. Hoe denk je? Nou, dat zijn mijn taken. Dat zijn jouw taken. Oké, goed zo. Want hoe ziet het sales team eruit van jullie in totaliteit? Ja, in totaliteit zijn we met z'n 8. We zijn actief in Nederland. Vanuit Nederland doen we dan ook een stuk België. En we hebben in Italië hebben we een team zitten. En we zijn ook actief in Spanje. Ja. Dus, want Datatrix is 40 man groot. En daarvan zijn er 8 sales. Dat is best wel fors. Ja, dat is inderdaad een flink aantal. Stevig. Outbound heavy, hè? Dus dat is inderdaad. Want marketing reken je daar niet onder. Dat zijn weer losse rollen. Ja. Ja, hoeveel marketeers zijn er bij Datatrix? Nou, nu 1.
Eén, oké. Okay. Nou goed, die moeten ervoor zorgen dat er iets wat inbound neergezet wordt, maar ook, ik kan me zo voorstellen, ook gewoon verantwoordelijk voor branding. Ja. Juist, oké. Okay. Nou, en we weten immers dat er een CRO nog boven hangt, waar jullie dan weer aan rapporteren, die verantwoordelijk is voor allebei. Yep. Oké, okay, dan heb ik het organigram een beetje helder aan deze kant dan. Ja, mooi. Zou je ons eens willen meenemen, want daar gaat het uiteindelijk om, hoe jullie marketing, maar ook vooral, en dat is nog belangrijk voor deze aflevering, de sales is ingedeeld qua activiteiten. Qua activiteiten, oké. Okay. Nou, we hebben bijvoorbeeld nu in Nederland hebben we één SDR, BDR. Ik vind de termen altijd een beetje, hoe moet je het zeggen? Beetje verwarrend, want wat is het nou? Een hunter, toch? Ja, een hunter, inderdaad. Ja, en, of een, ja, geen farmer in ieder geval, want we hebben het over outbound, hè, dus cold calling. Maar wij noemen het dan een BDR, dus voor Nederland hebben we er één. En voor Italië en Spanje hebben we er ook één, die doet 50-50. Want die spreekt ook beide talen. Ja. En zij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het genereren van tractie, afspraken. Ja. En zij schieten dan daarna afspraken in bij een account executive. Ja. En die gaat vervolgens de afspraak doen. Ja, maar account executive is niet jouw rol. Dat is niet mijn rol, niet meer. Nee, niet meer. Maar ik doe het nog wel. Want het klinkt best wel als gelaagd. Je hebt SDR, BDR dan. Ja. Nou, dat is dan eventjes één type rol. Dan krijg je dus de account executive. Dan krijg je jouw rol. Ja. En dan krijg je de CRO. Klopt dat zo? Dat klopt. Ja, oké. Okay. Dan heb ik hem inderdaad qua hiërarchie duidelijk. Helder. Meteen veel vragen die zij ook wel hebben, Piet. Ja, wat ik me vooral afvraag is even over het salesproces van die SDR belt. Ja. Wat wij op een gegeven moment zagen bij Red Panda Works, waar we tegenaan liepen. Natuurlijk, we zijn geen software-as-a-service oplossing, maar wij zagen dat op een gegeven moment de contactpersoon waarmee wij spraken, als wij ook die gelaagdheid hadden, dat ze heel veel verschillende contactpersonen kregen. Mijn vraag nu aan jullie is, hoe waarborgen jullie dat ze met zo min mogelijk mensen uiteindelijk spreken? En wie is hier de closer? Wie is hier degene die het eerste contactmoment oppakt tot aan relatiebeheer? Hoe hebben jullie dat ingericht? Ja. Nou, om dan even op het laatste punt meteen in te haken, het stuk relatiebeheer. Wij zijn echt het nieuwe business sales team. Dus vanaf het moment dat iemand tekent, dan gaat hij direct naar customer success support. Dus dan laten wij het los. Maar als je kijkt naar de organisatiestructuur, dan heb je dus een BDR die dus het eerste contact legt met de prospect. En vervolgens dus of een telefoongesprek of e-mailverkeer een afspraak inplant en dan gaat hij naar de account executive. Ja, dit is wel inderdaad een goed punt wat je aangeeft. Dus waar zit dan de overlap? Hoe draag je dat dan over? Ja. Het grootste gevaar is natuurlijk dat iemand, dat een BDR maakt een afspraak en die zet netjes zijn notities in HubSpot. Ja. En dan gaat vervolgens de account executive, die zit helemaal klaar om die afspraak te gaan doen. Ja. Ja, en dan kan het wel eens gebeuren dat iemand niet komt. Ja, hoe vaak gebeurt dat? Dat gebeurde tot een paar maanden terug, toch wel vaak ook. En daar hebben we toen ook iets tussen gezet. Ik noem dat de call before the call. Ja. Dus dat een account executive dan proactief zelf contact opneemt met die prospect om nog wat dingen uit te vragen of te checken voordat hij die afspraak gaat doen. Ja, doen wij ook. Hè? De driver een vraag opsturen van we hebben er zin in, morgen gaan we dit en dit bespreken. Zou je alvast dit willen doornemen. En vaak als het een belangrijke sessie is, ook nog even telefonisch volgens mij, toch? Ja. Klopt, ja. Ja, dat klopt. Ja. Dus en dan vervolgens doet de account executive de afspraak en die is dan gewoon betrokken vanaf, zeg maar demo of discovery call, even afhankelijk van hoe complex de situatie is, tot het moment van tekenen. Ja, precies. Dus je kan als klant zijnde best wel een korte tijd, stel dat je snel door het proces heen gaat, met drie verschillende mensen te maken krijgen. Ja. De SDR, account executive en dan customer success. Ja, klopt. Is dat niet storend? Nou, nee, op dit moment niet. Maar ik begrijp wel waar je vraag vandaan komt. Want er zitten natuurlijk een paar gevaren ook in. Kijk, je hebt het altijd gevaar dat een account executive achterover gaat leunen en wachten tot zijn agenda gevuld wordt. Ja. Inderdaad vanuit de klantperspectief dat hij veel verschillende contactpersonen heeft. Maar aan de andere kant denk ik ook dat als je een account executive optimaal wil inzetten, dan wil je hem met echt gekwalificeerde prospects laten praten. Ja. En dat dus ook een grotere slagingskans is dat uiteindelijk de deal jouw kant op valt. Jazeker.
Nou, en dat is wel een interessant proces waar we nu in zitten. Ja. En vanuit mij natuurlijk ook om dat dan te optimaliseren en te kijken van vanuit mijn visie van hoe gaan we dat dan doen. Ja, ik vraag het ook omdat wij daar zelf in het begin ook heel erg mee stoeiden van we moeten SDR's hebben. Maar bij ons, ik weet niet of dat een soort gelijke moeilijkheidsgraad is zeg maar, bij jullie. Maar je hoort zoveel, je krijgt zoveel input en het is zo gissen naar wat een klant nou uiteindelijk wil. Maar ook best wel vaak ingewikkeld omdat we zo breed zijn wat ze allemaal al doen. Mm-hmm. Dat als je al die informatie moet overdragen, het is een beetje zoals, misschien ken je dat wel zoals je op de basisschool dat in een kringetje moet doorfluisteren naar elkaar. Er blijft niks van over. En nu bij één schakel door naar de account executive hebben we al moeite met alles goed overdragen. Wat er vaak gebeurde bij ons, en dat is eigenlijk een vraag waar ik naartoe wilde, is dat een klant wel eens geïrriteerd is van ja, dat heb ik allemaal al uitgelegd en dan moet ik het weer uitleggen. Merk je die frustratie wel eens bij je klanten? Nee. Nou, kort antwoord. We kunnen door. Maar je hoort ook wel zo, een goede sales manager is ook nog altijd bezig met prospecting. Ja. Doe je dat nog? Ja, dat doe ik ook nog. Ja, oké. Okay. Ja. Want? Wel in mindere mate dan een paar maanden geleden. Maar, dat wil ik nog heel even verder uitdiepen. Ik laat het niet zo makkelijk met een nee afschepen. Ik wil wel iets meer weten over hoe gaat die overdracht dan wel? Is het bij jullie wat eenvoudiger, makkelijker te begrijpen dan misschien dan onze complexe growth hacking wereld? We hebben wel een vragenlijst die we van tevoren, zodra de afspraak is gemaakt, dat de SDR of de BDR die vragenlijst ingevuld moet hebben, zodat die kan doorgeven aan de AI. Ja. Zodat de belangrijkste, zodat de hoofdzaken in ieder geval wel op papier staan. Maar vullen jullie die zelf in of moet de klant die invullen? Nee, die vullen we zelf in. Ja, oké. Maar dat is een standaard vragenlijst waar je gewoon doorheen gaat. En in het gesprek noteer je die gewoon mee of achteraf. Maar dat is ook je overdrachtsdocument. Ja. Ja, nou zo concreet wil ik het hebben. Okay. Top, dankjewel. Nou, alsjeblieft. Dat helpt. Ja, mooi. Maar inderdaad, dat zorgt voor minder frictie. Ik kan me voorstellen als je zo gestructureerd hebt inderdaad in processen gegoten. Hebben we ook wel, maar het blijft gewoon lastig. En toch nog één ander ding. Het kan natuurlijk zijn dat je een goede relatie hebt opgebouwd. Het moet met de volgende persoon natuurlijk ook maar net even gaan klikken. Ja. Hoe zorg je er daar dan weer voor? En nou, misschien moet ik het hem dan zo stellen. Hou je er rekening mee bij wie die misschien beter past? Je zegt, nou, dit is echt een goede klant voor jou. Nee. Nou, ja, ook weer wel. Want als je kijkt bijvoorbeeld in Nederland hebben we nu 2 account executives. Eentje wat meer junior, eentje meer senior. En dan maak ik onderscheid tussen een gemiddelde klant qua waarde en enterprise. Ja. En eigenlijk wil je dan dus de enterprise klanten gaan dan automatisch naar de meer senior account executive. Ja. En dan zit je dus ook, als je kijkt in je teambalans, dat je dan dus wil dat je junior eigenlijk wat meer op de massa zit. Ja. En de senior wat meer op de complexe situaties. Dus het is meer op basis van complexiteit en niet op de persoon. Oké, okay. Ja, duidelijk antwoord. Cool. Had jij nog een vraag? Ja, want we zijn al lekker bezig met ons gesprek. Maar volgens mij vergeten wij ook weer traditiegetrouw. De stelling van vandaag. Laat ik hem eens inkoppen. Ja. Robin, laat ik die vraag eens aan jou stellen. Of de stelling aan jou voorleggen. Datatrix zou niet alleen op outbound moeten leunen. Eens. Ja. Eens? Ja. En waarom? Ja, ik denk dat outbound en inbound elkaar versterkt. Ik heb vaak in het verleden gehad dat ik veel mensen heb benaderd. En dat ze een jaar daarna via inbound weer terugkomen. Dus dan hebben ze mij eigenlijk deels door mijn outbound reach-out zijn zij inbound weer teruggekomen. Ja. En ook vaak als ik bijvoorbeeld een reach-out doe, dan is bijvoorbeeld de koopintentie er nog helemaal niet. En na die tijd is die koopintentie er wel. En dan kunnen ze weer via inbound inkomen. Dus ik denk dat het elkaar aanvult of versterkt. Ja, oké. Okay. Goede uitleg. Daar ben ik het inderdaad ook mee eens. Wat voor type inbound zit je dan aan te denken? Wat versterkt het juist? Hoe bedoel je precies? Nou, wat voor type inbound content als in blogs of maak je whitepapers of wat zou bijdragen aan dat versterken waar je het over hebt? Dat zou kunnen. Ik merk ook dat case studies, vergelijkbare case studies erg helpen. En dat ze naar aanleiding daarvan bijvoorbeeld een freemium project aanmaken, dus gratis versie van Datatrix, of een demo aanvraag doen. Ja. Naar aanleiding van die herkenbaarheid in die case study of blogartikel. Ja. Wat soms ook wel eens helpt, is bijvoorbeeld een soort succescase met een bepaalde integratie die we hebben. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een Magento 2 of zo, dat ik dan die deel van, hey, ik zag dat jullie met Magento 2 werken. We hebben deze en deze case study voor jullie. We hebben dit en dit gerealiseerd. En dat ze zichzelf daarin herkennen en daardoor dus
een demo aanvraag doen bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik interessant wat je zegt. Ik zie dat jullie met Magento 2 werken. Hoe zie je dat? Via BuildWith. BuildWith. Yes. BuildWith, ja. Dat is een hele interessante tool waarmee je kunt achterhalen met welke bepaalde technologieën bedrijven werken. Dus bijvoorbeeld e-commerce platform, e-mail tool of voor ons ook interessant of ze met een concurrent werken of niet. Ja, het is een beetje vergelijkbaar als Ghostery, toch? Als ik bijvoorbeeld op website sta, dan zie ik ook HubSpot blokkeert mij. Dat is een beetje vergelijkbaar, want dan weet ik dus, hey, die partij werkt met HubSpot. Of is BuildWith compleet anders? Ja, BuildWith is ook met CMS wat die achterhaalt in veel gevallen. Ja, okay. En je kunt bijvoorbeeld in BuildWith dan ook zien of iemand met HubSpot werkt. Ja. En je kunt het, ja, soms kun je het ook wel, ik zie het altijd aan de chat als iemand met HubSpot werkt. Ja. Ja. Dus je kunt ook aan andere dingen zien, of in de broncode bijvoorbeeld. Ja, en als we het over die inbound opvolging hebben, doe jij dat handmatig? Of heb jij voor specifieke leads met specifieke tegenwerpingen nu met marketing bepaalde e-mail automation flows opgezet? Of hoe moet ik dat voor me zien? Als mensen bijvoorbeeld een freemium account aanmaken, hebben we wel een geautomatiseerde onboarding flow. Maar dan kijk ik zelf handmatig van, is de lead geschikt voor Datatrix? Zo ja, dan geef ik hem aan iemand van ons sales team. Maar op dit moment hebben we helaas nog niet duizenden leads per week dat we dat allemaal geautomatiseren. Dus op dit moment doe ik het meestal nou nog handmatig. Ja. En dat vind ik ook fijn, want dan weet ik dat het zeg maar 100% dat de lead goed over wordt gedragen. Ja, zeker. En je wil ook veel van leren. Je wil er ook achter komen wat de kwaliteit is. Dus kan je het beter handmatig doen. Ja. Dat is mijn standpunt vaak. Ja, eens. Nee, zeker. En om wat voor aantal hebben we het ongeveer? Kan je daar iets over vertellen? Wat er binnenkomt? Per week of per maand? Ja, per maand geeft het een... Nou, ik denk... 10, 20 of zo. Ze worden er nou al meer. Het waren er, denk ik, een half jaar geleden. Toen zijn we echt begonnen met meer leads genereren. Ja. En nu zien we ook wel echt dat er een stijging in zit. Ja. En ook mede door de lancering van ons freemium model merk ik wel echt dat er een stijging in zit. Dus ik denk dat het zit wel in een stijgende lijn, zeg maar. Ja, precies. Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde, was niet zo'n keiharde aantallen, maar wel waar komen ze dan vandaan? Hè? Wat procentueel, heb je daar een idee over? Waar ze vandaan komen? Via LinkedIn, via advertenties. Het kan ook zijn dat wij eerder contact met ze hebben gehad en hebben gezegd van, goh, maak een keer een freemium project aan. Ja. Of via een van onze partners. Ja. Okay. Wat zijn jouw best practices voor de opvolging van zo'n inbound gegenereerde lead? Want wat ik vaak ervaar is bijvoorbeeld via gated content, zoals bijvoorbeeld een whitepaper. Ik zie natuurlijk vrij snel in mijn mailbox, hey ping, hij komt binnen. Ik kan binnen 2 minuten nabellen. Dat kan nog wel eens, ik denk dat jullie dat ook wel kunnen beamen, opdringerig overkomen. Hebben jullie daar een tussenstap in? Of zeggen jullie, nee, we bellen gewoon direct? En zo ja, wat is dan je opening en hoe pak je dat aan? Ik probeer wel zo snel mogelijk op te volgen. Want diegene heeft in ieder geval wel, een whitepaper misschien niet, maar een demo-aanvraag wel. Want dan laat hij echt zien dat hij concreet geïnteresseerd is. Ja. Dat is wel fijn om snel op te volgen. Dus dan zet ik hem wel snel door met de intentie van, neem even gauw contact op. Maar ja, een whitepaper download, dat is misschien iets, misschien heeft hij dan nog niet echt interesse om meteen met jou aan tafel te gaan zitten, dus dat is dan wel wat minder terughoudend. Ja. Maar een demo aanvraag of zo, dat is wel, laat wel echt zien dat diegene intentie heeft om met jou aan tafel te gaan zitten. Dat is een aanvraag inderdaad. Maar exact. Inderdaad, een whitepaper stuur je dan, als je zegt iets minder pusherig, hoor ik je eigenlijk zeggen, betekent dat een e-mailtje? Of ga je wel bellen? Kan. Of geef je het door dan? Op dit moment, je belt zelf niet, toch? Volgens mij wordt het op dit moment dat meer door marketing opgevolgd. En dan kunnen ze zeg maar bij marketing zien van hoeveel interactie toont dat bedrijf. Toont hij genoeg interactie, dan komt hij naar mij. Ja, scores dus. Ja, precies. Ja. En dan check ik nog een keer van, is het bedrijf geschikt? Dan zet ik hem door van, bel hem eens een keer van, ik zag dat je bijvoorbeeld die whitepaper hebt gedownload. Kan ik je ergens bij helpen of zo? Ja. Niet meteen van, kunnen we volgende week even een demo inplannen? Dat niet, maar gewoon van, kan ik je ergens mee helpen? Ja precies. Goeie. Want we hebben het nu ook over bepaalde toeltjes, HubSpot, BuildWith. Wat voor tools gebruik je nog meer in die outbound approach en in die outbound aanpak? We gebruiken nog meer Vidyard, dus dat is voor gepersonaliseerde video's. Dus vaak een Loom alternatief. Ja, exact. Ja. Ja. Dus als we bijvoorbeeld iemand proberen te bellen naar aanleiding van iets of zo, en hij is er even niet, dan maak ik gewoon een Vidyard video in één take. Gewoon wat jij altijd zegt, dat laat gewoon zien dat je heel erg oprecht overkomt. Ja, ja. En dan gewoon verzenden. Dat is misschien nog wel sneller dan een reminder sturen. Ja. Gewoon alleen typen. En ik merk dat best wel veel helpt. Dus dat gebruiken we veel. Ja. En daarnaast gebruiken we sinds kort ook Hyperice. Ja. Waarmee je gepersonaliseerde foto's, video's en zelfs landingspagina's kunt maken voor een prospect. Dat is ook echt super interessant. Ja, dat gebruiken we ook wel eens. Het is
een beetje fragiel bij ons. Dat we het inrichten en het gaat heel vaak worden dan niet goed onderhouden. Dan ligt hij er weer uit. En ja, dan kan je... Je moet een beetje balans opmaken. Dus hoeveel tijd ga je er nou inzetten om het te automatiseren? En dit Hyperice is ook een soort van gepersonaliseerd, maar dan wel geautomatiseerd. Hoe pak je dat dan aan? Want je maakt dan een landingspagina, maar er zit best wel veel tijd in. Ik zeg wel landingspagina, maar die licentie hebben wij niet. Ik weet wel dat het kan, maar wij hebben op dit moment alleen gepersonaliseerde foto's of templates. Dus ik maak dan templates met gepersonaliseerde velden erin. Ja. En die deel ik dan met het team en dan sturen zij die door, zeg maar, naar de prospect. Ik ben wel even benieuwd naar jouw ervaring. Want ik heb getest met inmails en dan vervolgens met Loom. Dus daarin verstuurde ik een linkje naar Loom. En ik zag eigenlijk op basis van dat experiment dat mensen niet geneigd zijn op mijn link te klikken. Zodra ik dat doe via e-mail, volgens mij de wijze waarop jullie dat ook doen, met een gifje, dan wel. Hebben jullie dat wel eens ge-AB-test? Mail versus LinkedIn Outreach met Vidyard en dan met het gebruik van links? Nogal specifiek. Ik ben wel benieuwd. Ja, goede vraag. AB-testen niet. Ik weet wel dat een van onze collega's uit Spanje het vaak via e-mail probeert, omdat hij gewoon niet snel een e-mailadres heeft. Ja. Hij geeft aan dat het via e-mail, dat het niet echt, wat jij zegt, dat het niet veel tractie op is. Nee. En via e-mail wel wat vaker. Ja. Bevestiging dus. Ja, mensen zijn niet zo snel geneigd om op links te klikken, waarvan je niet weet wat zit er natuurlijk achter. Ja, via e-mail, misschien via een persoonlijk LinkedIn bericht, als je connectie bent met diegene dan wel. Exact. Maar e-mail denk ik niet. Ja, dus dat was mijn learning ook. Inderdaad, eerst de connectie aangaan, zonder dat je je sales pitch doet. Daarna inderdaad een link naar bijvoorbeeld een video. Ja, precies. Ja, ja. Ja, maar wat jij vaak doet, Piet, is geen Loom, maar gewoon een videootje met de iPhone uit de hand. En die meteen in de chat van LinkedIn toevoegen. Klopt. Zonder Loom. Kijk je in het outbound proces van Pieter S. Wat ik vaak doe, is first touch, connectie aangaan. Geen sales pitch, gewoon puur, hey, we hebben gemeenschappelijke connecties. Eigenlijk doe ik dat niet meer, want ik zie nu door middel van mijn content die ik deel, dat mensen vanzelf mij beginnen te volgen. En die mensen probeer ik gewoon toe te voegen. Laten we daarop houden. Die volgende fase in die funnel, want dit gaat natuurlijk gewoon puur om die eerste fase, is eigenlijk mid funnel, probeer ik die partijen te converteren. En dat doe ik inderdaad via mijn iPhone, camera app open ik en ik neem gewoon een videootje op en die verstuur ik als in-app video. Nou, nadeel is dus, ik kan niet zien wanneer iemand die heeft gekeken. Voordeel is wel, mensen hoeven niet te klikken op een link. En ik stuur altijd een follow-up. De money is in de follow-up. En je ziet gewoon dat je uiteindelijk met die videobenadering, ik heb daar wel concrete cijfers van, in vergelijking tot tekst, ik word 45% minder geghost en ik haal daar 25% meer marketing qualified leads uit. De conclusie is goed, dat werkt. Uit het moutje. Ja. Ja. Ik ben onder de indruk. Ik heb hier vaker prospects mee proberen te triggeren. Dus dat snappen jullie wel. Die is goed. Hebben jullie ook dit soort metrics op basis van video? Hoe dat converteert? We hebben wel metrics. Ik hou wel bijvoorbeeld bij hoeveel belletjes, e-mail, LinkedIn bericht iemand verstuurt. Video is niet echt, omdat we daar nog maar net mee zijn begonnen. Ja. Maar ik vroeg me af, als je dan zo'n video stuurt via LinkedIn, bel je ze dan ook wel eens na en zeg je dan, hey, heb je mijn video bekeken? Ja, dat is een goede vraag. Dat doe ik niet. En dat komt ook wel door het feit dat mijn agenda, dat is een slechte excuus, laat dat het niet toe. En ja, wat ook misschien wel het feit is dat ik dat misschien ook wel ergens nu vandaag de dag, en dat klinkt misschien gek in een sales podcast, te opdringerig vind. Dat komt ook wel doordat we intern bij Redpen hebben ook gewoon een uitdaging. Dat betekent capaciteit. En als ik kijk naar andere tactieken, zoals vanuit webinars, leads opvolgen, dan heeft voor mij niet zo snel de keus na een video en een follow-up nog eens aan de telefoon te hangen. Dat is hetzelfde als wat ik vooraf aan deze podcast al vertelde. Het gevalletje Lucia, voor de luisteraars. Lucia is een tool waarmee je 06-nummers kunt achterhalen. Ik heb een horrorverhaal, horrorverhalen met Lucia. Mensen op een gegeven moment 6 keer belden en ik het nummer had van een dochter. Ja. Dat is gewoon niet wat je wil. Nee, dat is niet wat je wil. Daar hangt er vanaf. Krijg ik ook hele andere gedachten bij. Inderdaad. Goed, ik neem aan dat ze wat te jong was. Laten we... eigenlijk was het volgende onderwerp dus een mooi bruggetje. Want ik wilde het toch eventjes hebben over de outbound tactiek als in e-mail, bellen. En dan kom je automatisch natuurlijk in de gevarenzone van de AVG. Wat is jullie richtlijn daarin? Ja... Daar hadden we het natuurlijk van tevoren ook al een beetje over. Daarom, ik ben benieuwd het is een beetje grijs gebied, hè? Ja.
Ja, dat klopt. Dat is vaker naar voren gekomen, inderdaad. Maar het grijze gebied zit hem natuurlijk vooral in de beide handen e-mailbenadering, waar mensen niet op zitten te wachten. Dat klopt. Maar ik denk dat als je alles valt of staat, altijd wel met je tone of voice. En als jij heel agressief in je e-mails bent of in je voicemails die je achterlaat, ja, dan denk ik dat je vanzelf wel een keertje de deksel op je neus krijgt. Ja. Maar als je gewoon op een beleefde manier vanuit de inhoud iemand probeert te overtuigen om met jou in gesprek te gaan, omdat je echt een kans voor hem ziet of omdat je laat zien dat je je verdiept hebt in die prospect. Ja, weet je, dan kun je het toch op meerdere manieren proberen. Ja, als het maar ook toegevoegde waarde is, denk ik. Ik denk dat dat sleutelwoord is. Hè? Het is niet te opdringerig inderdaad wat je zegt. En dan passen jullie zowel e-mailbenadering toe naar LinkedIn, vanzelfsprekend, als ik dat zo hoor. Anoniem met Loom, Vidyard in ieder geval. En is dat dan altijd een eerste touchpoint? Of is dat echt koud bellen, wat een eerste touchpoint kan zijn? Ja, dat laat ik echt aan degene zelf over, wat hij zelf prettig vindt. Nou, de SDR mag zelf bepalen. Ja, nou ja, en de account executive dus ook. Kijk, ja. Want wat we het al een beetje over hadden, het gevaar is dus dat de account executive achterover gaat hangen. Ja. En gaat wachten tot zijn agenda is gevuld. Maar we zijn nu wel op het punt gekomen dat we ook gewoon van de account executive verwachten dat hij reach-outs doet en actief mee prospect. Ja. Dus als jouw agenda niet voldoende gevuld is, ja, dan zul je er zelf echt achteraan moeten gaan. Ja. En als je daarin zegt, ik ga eerst bellen of ik ga eerst een mailtje sturen of LinkedIn. Mm-hmm. Ja, dat maakt mij niet zo heel erg veel uit. Ik denk dat combineren het belangrijkste is. Als je gewoon 3 mailtjes stuurt en het dan achterwege laat, dan kom je niet. Wat ik zelf meestal fijn vind, is dat ik eerst een gepersonaliseerde e-mail stuur en kijk altijd eerst op het LinkedIn profiel. Soms heb je bijvoorbeeld ergens gewerkt bij een bedrijf dat bijvoorbeeld al klant is van Datatrix, dan noem ik dat. Ja. Stuur ik een vergelijkbare case study. En dan een week daarna of een paar dagen na, dan bel ik en dan zeg ik van hey, ik heb jou een mail gestuurd, heb je die kunnen bekijken? Heb je meteen een haakje? Ja. Dus dat vind ik wel fijn om te doen. Maar ik snap ook gewoon als je gewoon gaat koud bellen. Want als je bijvoorbeeld geen e-mailadres hebt, dan kun je natuurlijk geen e-mail versturen. Nee, maar dan zou je kunnen bellen en vragen naar dat e-mailadres. Dat is dan volgens mij ook hoe jullie het doen, toch? Gewoon vragen van, zou ik dan eens een mail sturen? Dat krijg je natuurlijk ook vaak te horen als je probeert af te wimpelen. Ja, en ik vind dat ze in Nederland best wel vaak e-mailadres geven. Ja. In Nederland gaat het makkelijker dan in België. Is dat zo? Ja, in België is het echt een stuk moeilijker om echt met iemand in contact te komen als je niet een direct e-mailadres hebt. Maar dan worden ze minder makkelijk gegeven. Ja. Oké. En dan moet je toch vergelijken maken, hoe zitten dan in andere landen? Jullie zijn ook in Spanje en Italië actief, is dat wel te doen? In Italië is het wel iets makkelijker. En Spanje zijn we echt nog aan het opstarten. Maar je merkt daarin ook, hè, omdat we een techproduct zijn, dat je aan de noordkant van Europa zit. Dus dat de techniek wat makkelijker geadopteerd wordt hier dan in de Zuid-Europese landen. Hm. Maar goed, aan de andere kant merk je ook dat je hier in Nederland heb je veel meer concurrentie dan in die andere landen. Ja. En we zijn bijvoorbeeld sinds kort ook in Indonesië actief. En daar merken we dat ze gewoon mailen met elkaar via Gmail en heel vaak gewoon WhatsApp met elkaar. Ja. Okay, dat is gewoon super normaal. Dan zeg zo, stuur maar een appje en dan praten we daar al verder. Oh ja? Het is gewoon zakelijk privé, is gewoon in elkaar grappig. Ja, nice. Cool. Ik had nog een vraag over of dat nou outbound of inbound is. Het zit in ieder geval meer in de marketing dan in de saleshoek. Maar doen jullie veel met events? Dat is een leuk bruggetje. Grappig dat je het nu vraagt. Afgelopen maandag hadden we een evenement. Oké, met al onze partners. Dus dat zijn over het algemeen marketingbureaus. Ja. En dat was in Utrecht. En dat was hartstikke leuk. We hadden volgens mij, hoeveel man hadden we te gast? Ik denk 35 ongeveer. Ja. En dan zetten we een inhoudelijk programma op over Datatrix, de nieuwe features binnen het platform, een stukje product roadmap. Nou, we willen iedereen natuurlijk ook certificeren, zodat mensen weten als we met een partner gaan werken, dat die snapt hoe Datatrix werkt. Ja. Dus dat hebben we die dag gedaan. En dat was super gezellig en hartstikke leuk om iedereen te zien. Cool, ja, dat lijkt me top voor jullie, juist ook om die relatie te bouwen met bestaande partners. Of was het doel hier ook nieuwe partners werven? Nee, we hebben ook nieuwe partners uitgenodigd. Partners waar we al mee in gesprek waren, van die hebben dan een demo-account gegeven voor voor soms een klant naar keuze of voor hun eigen website. En dan kunnen ze zelf met de tool werken. En dan wisten ze ook al gewoon van wat kan ik er dan mee? Ja. En die konden we dan ook meteen certificeren. Ja, nice. En kijk, en dan maak je natuurlijk iemand ook warm om de samenwerking meer met je op te zoeken. Ja.
En dan wordt het ook een soort co-creatie. Mm-hmm. En ik denk dat de tijd van dat we een partner aansluiten bij ons, dat die zelf gaat acquireren, dat we dat wel een beetje voorbij zijn. Ja. Dus ja, we proberen ook wel echt naast die partners te gaan zitten en samen met hun dan bijvoorbeeld met een klant van hun in gesprek te gaan, omdat wij dan gaan uitleggen wat Datatrix doet. Ja, precies. Maar dat is dus niet zozeer voor directe klanten geweest. Dat is echt door dat was het reseller kanaal, ja. Als het ware. Hoe belangrijk is dat reseller kanaal voor jullie? Ja, dat is natuurlijk een warmere ingang dan dat je echt koud bij iemand de telefoon pakt. Want zij verkopen het niet, het is meer dat ze een lead leveren aan jullie. Of verkopen zij het en heb je eigenlijk amper met de klant te maken? Nou ja, dat is dus een beetje het spanningsveld waarin we nu zitten. Soms verkopen ze het. En dan schrijven zij consultancyuren en hebben wij gewoon de licentie. Ja. Maar je merkt wel dat vooral nieuwe partners die nog minder lang met ons werken, ja, die vinden het fijn als wij er de eerste keren bij zijn. Mm-hmm. Zodat wij het kunnen uitleggen. En dan is het ook leuk, want dan doe je het echt samen met die partner. Ja. En dan ga je echt naast iemand zitten. En dan krijg je vanzelf ook meer tractie. En dan op een gegeven moment kunnen ze het wel zelf. Ja, maar zij doen het in principe voor de consultancy uren en hun tarief dus. Maar er zit geen resell of kickback op. Ja, uiteindelijk wel. Aan het einde van het jaar kijken we wel van hoeveel klanten heb je aangedragen. En dan hebben we een kickback programma. Maar dat zijn we nu wel een beetje aan het herstructureren en aan het evalueren van wat is nou de beste manier hoe we dat gaan doen. Oké. Ja, het kan een duur systeem worden. Ja, dat kan zeker een duur hobby worden. Het kan ook een mooie versneller zijn daarentegen. Dus je kan wel je klanten kopen op die manier. Ja, nou, dat is wel een sneeuwbal effect eigenlijk. Ja, ja, cool. Dus partnerprogramma, oké. Nou, trouwens nog even één vervolgvraag. Laat het toch niet los. Als je nu naar het partnerprogramma kijkt, sowieso, reseller, partnerprogramma, snap ik bedoel. Ja. Van marketingbureaus dus. Hoeveel procent van de klanten heeft, of misschien de omzet, schat je in dat afgelopen jaar opgeleverd heeft? Dat is een goede vraag. Maar is dat 1 of 5? Flabbergasted. Zij? Ik zeg, je bent flabbergasted of niet? Ja, dus, nee, dit is niet het cijfertje wat ik direct paraat heb. Nou, dat zal het zijn. Ik denk 25-30% vanuit partners. Oké. Nou, inderdaad, daar ging ik me even om. Is dat een substantieel aantal of is het helemaal nieuw beginfase? Nee. Maar het levert wel laten we zeggen, een derde van de omzet klanten op. Ja, cool. Nice. Tot slot, volgens mij moet het wel een beetje gaan afronden. Als we nu even kijken naar waar Datatrix staat, wat is nou een logische vervolgstap? Qua structuur, qua mensen aannemen, moet er meer inbound, zeg je al. Staat bijvoorbeeld, vul ik me voor je in al op de agenda, dat er ook echt contentmarketeers of inboundmarketeers aangenomen moeten worden? Ja, dat staat al op de agenda. En verder, wat moet het bedrijf naartoe? Vanuit sales, vanuit dan het nieuwe business team, ben ik er heel erg van overtuigd dat je je op een bepaald segment moet focussen voor een bepaald termijn. Mm-hmm. En dat je binnen een segment ook weer verschillende subsegmenten hebt. Waar we nu in een soort transitie zitten, is dat we dat het doel is dat we gaan stoppen met het rennen in 7 sloten tegelijk. Ja. Maar dat we ons echt gaan focussen voor een langere periode dus op een bepaald segment. En dat we dus ook vanuit een business case gaan denken. Dus, account-based sales dus? Ja, je kan het account-based marketing noemen. Ik denk dat het vooral focus is. Ja, leuk al die buzzwords weer. Ja, al die buzzwoorden. Kijk, uiteindelijk, als je bijvoorbeeld zegt, ik ga een segment fashion aanspreken, dan heb je onder fashion heb je bedrijven die hier sneakers verkopen, spijkerbroeken, truien en alles. En uiteindelijk wil je dan dus kijken van, oké, wat is dan de potentie qua MRR die erin zit? Hoeveel prospects zitten erin? Wat is je ARPA? Nou, dan weet je dat allemaal. En dan ga je dat terugrekenen naar conversiepercentage, een aantal activiteiten wat je nodig hebt in verhouding tot je target. Kijk, en als je dan ziet op een gegeven moment van, nou, het fashion segment is niet voldoende. Nou, dan weet je, ik moet er nog een segment bij. Ja. Maar wat je vaak ziet, helemaal als mensen net beginnen met sales, dan gaan ze heel veel verschillende type klanten gaan ze dan benaderen. Mm-hmm. Terwijl als je je focust, dan weet je op een gegeven moment na 10 keer hetzelfde argument niet de afspraken plannen. Bij de 11e keer denk je, oh ja, maar hier heb ik wel een oplossing voor. Ja. En dan kom je op een gegeven moment in die ja-flow terecht. En dan wordt het ook leuk. En ik denk dat als je dan kijkt binnen ons team, waar we ook wel junior jongens hebben, dat gewoon heel belangrijk is om ze daarin te sturen en mee te zien. Ja, en die kracht van herhaling gaat natuurlijk ook optreden. Dus je constant focust op
in dezelfde niche doelgroep. Ja, dat snap ik helemaal. Toch zag ik op jullie website behoorlijk wat verschillende verticals. Ja. En wat is de focus momenteel? Nu zitten we in Nederland echt op fashion en home and deco. En in Zuid-Europa op fashion en electronics. En dan, laten we zeggen, fashion, een grote webshop. Is dat de ideale klant? Ja, de ideale klant kun je een beetje opsplitsen of op basis van sessies. Ja, eigenlijk sessies zijn altijd leidend, want we hebben volume nodig om de tool goed te laten werken. Maar wij kijken dan ook naar integraties. Dus we werken met een CMS-systeem, werken ze bijvoorbeeld. CMS hebben een betere integratie dan met de andere. Dus zo kun je dan dus ook weer bepaalde focus verleggen eigenlijk. Ja, okay. Of werk zo met de concurrent. Wat onderscheidt ons dan ten opzichte van die concurrent? Ja. En welke wedstrijd wil je spelen? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, oké. Okay. Ja, focus lijkt me nog steeds moeilijk. En vooral de grens aangeven. Of is die grens heel vaag? En ik bedoel, ik stel nou dat er een klant binnenkomt die helemaal niet past binnen het profiel. Maar eventueel wel de tool zou kunnen afnemen. Ga je die dan minder aandacht geven? Bedien je die überhaupt niet? Of krijgt die net zoveel aandacht? Ja, hoe doe je dat? Nou, kijk, je zegt nu fashion. Maar stel dat er eigenlijk een te kleine klant komt uit de bouwsector of zo. Ja. Terwijl eentje waar je eigenlijk helemaal niet op komt per ongeluk binnen. Ga je precies dezelfde molen door? Ja, hangt het af hoeveel potentie erin zit. En dan stel ik altijd wel de kritische vraag hoeveel potentie zit in het totale segment. Kijk, als iemand klant wil worden, kan hij klant worden. Als je voldoet aan juist de hoeveelheid sessies, ja, waarom niet? Want dan biedt het ook weer een kans om een nieuwe markt aan te boren. Ja. Maar als iemand te weinig sessies heeft, ja, dan zou ik het vanuit persoonlijk perspectief nooit kunnen verkopen. En is het vaak ook veel krachtiger om tegen iemand te zeggen, maar joh, ik denk dat het nog een beetje te vroeg komt. Misschien moeten we nog even een jaartje wachten. Dat zeg je ook wel eens gewoon, ja, tuurlijk. Dat is te vroeg. Ja. Ja, want daarmee creëer je automatisch veel meer leverage. Een beetje de kracht van de nee. Ja. En dan gaat iemand het aan zichzelf verkopen. Ja. En dan krijg je iets, dan krijg je het eigenlijk een beetje, ja, het meisje in de kroeg, hè? Het mooiste meisje van de kroeg, wat je niet kan krijgen. Een beetje hard to get spelen. Ja, dan ja, vanzelf terug. Ja, komt wel zelf terug inderdaad. Ja. De beach look. Ja, dus, Haal mij er even buiten, joh. Jouw podcast, Piet. Ja, kijk, vanuit die hoedanigheid denk ik wel dat het goed is om gewoon soms ook nee te zeggen tegen iemand. Omdat je, anders krijg je ook een ontevreden klant als hij te weinig sessies heeft. Dat levert niet op wat hij wil. En daar verlies je eigenlijk altijd alleen maar mee. Ja. En dan wordt het niet een duurzame relatie. Want hebben jullie ook echt ICP's per specifieke sector of overal? Daar zijn we wel ideal meer naartoe aan het... Sorry voor de luisteraar. Ja. Ideal customer profile, ja, weer zo'n buzzword. Maar ja, volgens mij gewoon ideaal klantprofiel. Ja. Die hebben jullie. Die zijn we nu al wat beter aan het aanscherpen, ja. Ja, oké. Okay. Hey, we moeten echt gaan afronden, maar niet voordat ik jullie gevraagd heb naar de ultieme tip. En dan inderdaad met het oog op sales natuurlijk, dus wat jullie geleerd hebben de afgelopen tijd. Robin, misschien bij jou beginnende, heb je nog een mooie tip waarvan je zegt, nou hè, ik ben eerst SDR geweest, heb ik veel geleerd. Ik doe nu, nog één keer opzoeken, Sales Operations Specialist werk. Yes. Mooie titel zeg. Misschien is dat wel de ultieme tip, pas je titel aan naar Nee, ik hoor deze vaker en ik heb mezelf ook overgenomen. En dat is gewoon consistent blijven. Ja. Niet opgeven. Dus gewoon altijd door blijven gaan totdat je bijvoorbeeld iemand te pakken krijgt. Mm-hmm. En niet zomaar gewoon een paar mails sturen en dan denk van, nou, dus hij reageert niet, laat maar zitten. Ja. Ik heb vaak genoeg gehad dat ik gewoon een week heb gehad dat ik maandag tot donderdag gewoon helemaal niks klaar speelde. En dat vrijdag opeens alles binnenkwam. Ja, ja, mooi. Dus gewoon door blijven gaan. Juist, goeie, thanks. We zijn benieuwd, Erik. Ja, nou ja, goed. Ik heb natuurlijk al uitgebreid over een stukje focus gehad, maar aansluitend ook op Robin. Het blijven doorgaan. Wat je vaak ziet helemaal als je beginnende mensen in sales werkt, is dat ze dan stoppen bij de marketingmanager. En in ons geval hebben we ook nog andere ICP's om het buzzword er maar weer even in te gooien. Uiteindelijk kan je ook gewoon een e-commerce manager benaderen of een digital marketeer. En daarbij speelt voorbereiding ook wel key. Dus hè, hoe kijk je naar je prospect? Welke research doe je van tevoren? Beetje wat belangrijk is. Waar kunnen we op inspelen? Waar zit het haakje? Kun je een business case eraan ophangen? Met wat doen ze dan nu in ons geval op hun website? Ja. En als je goed voorbereid te werk gaat, is je kans van slagen altijd veel groter. Ja, precies. Nou, die voorbereiding komen we elke keer ook weer achter. Dat, hoe beter we voorbereiden, hoe... Nou echt, dat gaat exponentieel toenemen, je slagingspercentage. Dus oké,
thanks dan voor jullie tips. Thanks ook überhaupt voor het hele gesprek en de insights die we gekregen hebben. Kijken in de keuken, onder de motorkap, vooral van de sales, ook een beetje van de marketing wat we over hadden bij de inbouwmachine. Van Datatrix. Nou, oudbouwmachine, hè? De inbouw moet nog komen. We kijken ook een beetje naar de inbouwmachine. Ja. Maar dankjewel voor deze podcast. Yes, yes, bedankt jongens. Geen probleem. Succes. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.